Rond op de 19, Stompé. Nu terug naar de 20. Om een zo makkelijk mogelijke finish over te laten. Er zal 100 blijven staan voor hem. Eerst kijken of Walton 146 kan uitgooien. Triple 20, gegooid. Triple 18 voor dubbel 16. De ronde. Een set te pakken. Dubbel 10. Ja. En zo kort koos Stompé de achterstand tot 2-1. En mag hij de vierde set gewoon zelf beginnen. En dus kan hij weer helemaal gelijk komen. En als je ook ziet wat er gegooid wordt. Ja, de gemiddelden zijn prima. Walton tegen de 100 aan. Stompé op 102. Fantastisch. En kijk vooral naar het constante werk van Stompé. 13 keer 100, 6 keer 140, 1 keer 180. Op het moment dat je het zegt, mist hij natuurlijk een keer de 20, maar zit weinig buiten de 20. Walton met 4 keer 100 blijft er een stuk bij achter. Ja, met een score van 100 haal je gemiddeld naar beneden. Ook in deze leg weer weinig verschil tussen beide heren. Het zal dus aankomen op het finishen. En het wegzetten. Nog een triple 20 voor Stompé. Laat tops over. 100. Doet hij niet. Walton zet hem iets beter weg. Maar Stompé mag eerst. Triple 20 en dubbel 10. Nog een 20 voor tops. Blijft er net onder. Het finish van Walton is over het algemeen goed verzorgd. En dat is nu weer niet anders. En dan breekt hij Stompé in een set die hij bij winst naast Walton had gebracht in de stand. 140. Nu moet hij dus in deze beurt Walton zien te breken. Ja, het is altijd een beetje de Achilleshiel van Walton, die dubbels. 100. De eerste wedstrijd van dit toernooi gooide hij de dubbels aan 60%. Toen had hij dus ook een gemiddelde van 101 en won hij ook heel overtuigend. Zijn overige twee wedstrijden had hij 37,5 en 24%. Dan zie je ook dat die gemiddelde omlaag kelderen. Nu heeft hij weer een hoog gemiddelde. Ja, en is hij dus ook zijn finishpercentage buitengewoon hoog. Boven de 70% zelfs. 136. Kijk, en Stompé nog steeds met gemiddelde boven de 100 nu. Doet daarin dus niet zoveel fout. Want finish je iets secuurder had gemogen. Stompé naar de 19. Een 5 keer 19 laat 170 over. 7 keer 19, 132. Dat is natuurlijk nog een stukje makkelijker. 133. Met enige tijd. Geen finish voor Walton. Dus was er ook niet de noodzaak om voor de boel te gaan.
dan zou je zeggen, ja, gewoon 100 gooien is genoeg om op dubbel 16 uit te komen. Nu blijft er 50 staan, zal hij weer één dart moeten gebruiken om op een normale dubbel uit te komen. Dan geeft hij Walton de kans om de druk op te voeren. 100, you require 50. 10 in tops. Twee darts daarvoor. Dubbel 10. En die gooit hij. En zo maakt hij er toch in deze vierde set 1-1 van. En mag je dan zelf gaan beginnen. Aan de derde leg, de beslissende leg van deze vierde set. En kan hij er dus 2-2 van maken? Moet hij er 2-2 van maken? Want anders maakt Walton er 3-1 van. Dit is een heel goed begin van Koos Tompey in de beslissende leg van de vierde set. En zullen we dan eindelijk een wedstrijd gaan krijgen, Leo, na gisteravond? 65. Dat waren partijen die snel beslist waren. En dan stond P gewoon deze leg weer te winnen en dan weer een triple 20 gooit hij. Hou eens even op zich. 180 begonnen. 180, daarop volgend. Is iets waar de zaal in ieder geval van in extase raakt. En zo dadelijk stil van zal zijn. Ja. Hoeveel stilte nu en hoeveel lawaai zo dadelijk? Triple 20. Ja. Oef. En nu gewoon toch nog de leg en de set pakken. Hij is de derde speler deze week die tot 7 keer triple 20 komt. Ja, zij had al in gedachten een mooie auto. 89. Rimmel van Barneveld en Tony O'Shea gingen stond P voor, maar die konden ook niet de triple 19, respectievelijk triple 15 raken. 140. Walton er natuurlijk nog steeds mee, maar stond P. 6.052. Dubbel 8. Ja, heel goed. En zo maakt hij er 2-2 van in sets. En dat is knap als je 2-0 achterkomt in zo'n partij. En je ziet dat je tegenstander Walton in die fase werkelijk alles wat hij moet grijpen ook daadwerkelijk grijpt. Dan is het herstel heel goed. En voor iemand die in de eerste drie wedstrijden van dit toernooi geen 180 wist te noteren. Is hij nu aardig op weg inderdaad. Ja. Hij heeft natuurlijk ook geen makkelijke groepwedstrijden gehad. Dus om hier te staan moest Tompey ook wel goed spelen. Zat in de pool bij Martin Adams en Andy Fordham. 81. Adams is natuurlijk belachelijk goed in vorm dit toernooi. En Fordham, goed, dat hoeft eigenlijk geen verdere toelichting. Mag bekend genoeg zijn. 100. En dan lijkt het eindelijk misschien wel een keer het toernooi van Tompey te gaan worden. We hebben het herstel eigenlijk al gezien bij Lakeside. Daar stond hij al veel beter te spelen. 100. Vlak daarvoor, Dunlop Brown Masters, ja, haalde hij de halve finale. Dus om nou te zeggen dat het helemaal onverwacht is, nee, dat ook niet. Kijk, Lakeside was hij goed tegen André Brandjes. Maar voor hem wel in de eerste ronde. En dat was bijvoorbeeld het verschil in de eerste wedstrijd van dit toernooi tegen Andy Fordham. Toen speelde hij slecht. Maar won niet. Goed strak. Dat weet hij dan voor zichzelf in ieder geval wel. Maar dat is nu eenmaal ook het risico. Met het gaan voor de boel, als je hem mist, kan het zomaar gebeuren dat je geen finish overhoudt. Dat gebeurt Tompey dus nu. Gelukkig voor hem laat Walton ook geen finish over. Ja, welke kant gaan we op? Alle darts blokkeren eigenlijk een beetje de triples. 31. Nine.
90. Kogi Rikuno, 143. John Uriquois, 75. 75 voor Walton. Begint met triple 17, dubbel 12. Om er 1-0 van te maken. En dat doet hij inderdaad in deze vijfde set. Second leg, Kogi to throw first. Game on. Het is de laatste set voor de korte onderbreking. 18. Tony Martin, die dit toernooi, nou, laten we het voorzichtig zeggen, niet echt best heeft gegooid. Heeft lopen prutsen. Drie legs gewonnen, dat nog wel. Maar die heeft zeker niet laten zien wat hij kan. Nee, zijn voorstelling was meestal afgelopen naar de opkomst. Je kunt het altijd lekker klinisch vertellen. Nee, dat kon hij wel even doorruiken. Walton op een finish. Stompé wil hem in ieder geval beter wegzetten dan Walton, dus een triple gooien. Nog één kans ervoor. Doet hij niet. Dus is Walton favoriet voor deze set, omdat hij dat is voor deze leg. Triple 20. Niet gegooid. Nu wel. Triple 15 om dubbel 8 over te laten. Enkele boel voor dubbel 18. Dat laatste doet Walton. En dus dit wellicht de laatste drie darts van Stompé voor de pauze. Tenzij triple 17. 107. Walton om 3-2 voor te komen in sets. En een 4. Dubbel 16. Eén dart nog voor dubbel 16. Die laat hij liggen. En dus kan Stompé er in deze vijfde set 1-1 van maken. Zo wordt er nog hard op de knokken. Dubbel 18 ook gevraagd voor Stompé. Daartegenaan en dan is het 1-1 inderdaad. En dan dwingt hij in ieder geval Walton nog tot het spelen van een beslissende derde leg in deze set. En je zag ook aan Walton toen hij terugkwam van het bord. Het zijn de eerste drie darts op een dubbel die hij mist. Als hij de drie in zijn handen heeft. Dat weet hij ook. En Walton is iemand die dan meteen gaat denken, of althans vrij snel, als hij daarna nog een keer gaat missen. Oh nee, niet weer. Heb ik dat. Voor de Walton zal het wel zijn dat hij weer op zijn dubbels kan oefenen zo dadelijk in tijdens de onderbreking. Maar goed. Wie deze leg wint, gaat dus de onderbreking in met een 3-2 voorsprong. Dat is een kleine voorsprong, maar je kunt hem maar beter hebben. Ja, zeker als je Stompé natuurlijk en je stond 2-0 achter. Als je dan met 3-2 voor de pauze in kan gaan. Geef je tegenstander iets om over na te denken. 100. Maakt de trippels makkelijker. 139. Een Stompé zit vooral niet vaak buiten die 20. En dat is bij hem toch altijd een teken dat het goed gaat. Als hij in de 20 blijft in ieder geval. Als hij daarop mikt dan. Een matig beurtje voor Walton. Stompé kan hem aardig wegzetten met een beetje mazzel. Walton heeft geen finish. Daartussenin. Ja, precies. In ieder geval een finish voor Stompé.
140. Wolten antwoordt wel goed natuurlijk. Ja, moet eerst afwachten. Voor set 5. Stompe. Triple 20. Kijkt even waar Wolten op staat. Die staat op 50. Triple 20 dus. Niet gegooid. Blijft op de triple 20. Omdat die eerste er zo goed voor zat. Maar hij valt er niet in. 50. John, you require 50. Voor de set. Tweede arts voor dubbel 16, dubbel 8 dan. Of gaat de twijfel toeslaan? Ja. En als hij dit afmaakt, dan gaat hij met meer dan een kleine voorsprong de pauze in. Ja, dat doet hij goed. Hij moet heel lachen, denk ik. Fantastisch! In een sprint is hij vertrokken. Maar hij sprint wel in de wetenschap dat hij een 3-2 voorsprong in deze partij heeft. Dat is heel knap na een 2-0 achterstand. Dit is de dubbel 8 die hem die voorsprong bezorgt. Stompe voor met 3-2 tegen John Wolten. En snel, maar heel snel, naar het toilet. Please welcome back, John Boy Wolten, Coach Stompe. Ja, Stompe kwam op met een dansje en vertrok met een sprint. Maar in de tussentijd heeft hij wel 3 sets gewonnen tegen zijn tegenstander 2 in een wedstrijd. Waarin hij, de tegenstander natuurlijk ook, maar hij staat ook goed te gooien. Ja, hij staat prima te gooien. En wat vooral zo goed is, is dat hij... Kijk, vanmiddag heeft hij natuurlijk gezegd van als ik 2-0 of 3-1 achterkom is dat niet zo erg. Maar dat is wat anders als je op dat podium staat. Hij heeft wel laten zien dat het hem dus ook inderdaad niet uitmaakt. Op dat podium met 2-0 achterstand. Je hebt nooit de paniek in zijn ogen gezien van oh jee, daar ga ik. Is gewoon goed blijven spelen. En de gemiddelden die bevestigen dat natuurlijk ook. Kijk eens, Stompe op 100 precies per beurt. Dat is knap, inclusief finisher. Ook Wolten, prima gemiddeld hoor. 95, 98. Een partij dus op hoog niveau. Maar Stompe staat voor met 3-2. Hij heeft een dubbelspercentage van 50. Dat is knap. Hij begon wat matiger. Maar trekt zich daarom op. En Wolten bewandelt eigenlijk het andere pad. 60. Ja, het is bekend bij Wolten dat... die dubbels zo belangrijk zijn voor zijn spel. Het scoren, dat gaat altijd wel bij Wolten. Maar als hij de dubbels eenmaal gaat missen, dan wil hij nog wel eens de eigenschap hebben om dat heel lang vol te houden, dat missen. Omdat het in zijn hoofd gaat zitten. Dus wellicht is het voor Wolten helemaal niet zo slecht geweest dat die pauze net is geweest. Want dan heeft hij even de tijd gehad om het in perspectief te zetten. En daar nu kwijt te zijn. Want je gaat natuurlijk na die 5-6 heb je een pauze van een aantal minuten. Dan ga je wat doen. En ik kan me voorstellen dat Wolten bezig is geweest met de dubbels, of niet? Ja, dat denk ik wel. Ja, hoeveel dat helpt, durf ik ook niet te zeggen. Maar ja, je kiest 1 of 2 dubbels uit. Althans, dat denk ik dan maar. En daar ga je dan maar even een beurtje of 5-6 op gooien. 100. En dan hopen dat ze gaan vallen. Ook als je weer terug bent op het podium. Stompe is begonnen deze set. Hij begint met een triple 20 daar. 136. Dat is een goede beurt dus. Dat is ook niet slecht. 190. De derde voor Wolten. Stompe heeft er ook 3. 122. Triple 18. Niet gegooid. Moet een triple 18 nu gooien. Moet dus een weg zoeken omdat die eerste dart ervoor staat. Hij gaat naar links. Dat lijkt niet het meest handige. Maar goed, hij krijgt hem wel langs, maar niet in. Dan nu wel erin. 61 voor Wolten. Enkele boel en dubbel 18. Begin met een 5. En het is weer zo'n moment dat Stompe nu denkt van zo, dat is lekker, die boel zit ernaast. En in de eerste en de tweede set pakte die Wolten die mogelijkheid ook. Nu dan.
doet hij dat niet. En dat is misschien wel het verschil. Omdat hij nu dus wel boven die dubbel 20 zit. En is het dan Stompé via dubbel 16. Om weer een voorsprong te komen in deze zesde set. De set die zelf is begonnen, maar waar Walton de kans kreeg om die winnend af te sluiten. Ja, dit doet hij goed. Dit is een vierde van deze wedstrijd. Maar als de triples voor Walton zijn en de dubbels voor Stompé, vinden we het toch niet erg. Nee, de triples die zijn lekker, maar de dubbels die heb je nodig om partijen te winnen. Als je genoeg triples gooit, zoals Walton nu doet, dan ga je natuurlijk ook heel veel ruimte krijgen op de dubbel. Of misschien op nog wel meer. Stompé was in deze wedstrijd 7 darts onderweg. Walton nu al 6. 140. 6 darts gegooid, nog 141 staat er, dan weet u wat er mogelijk is. Het houdt bij Walton ook bij 6 darts. 130. Ook hij krijgt natuurlijk het applaus van het publiek. Schrijver was even die in alle hectiek van die 2x180 van Walton vergeten de laatste score van Stompé te noteren. Dat vind ik ook wel mooi. Die zit natuurlijk ook vol spanning te kijken van wat gaat die Walton doen. Dat hij even zijn eigen taak vergat. Puur enthousiasme voor het spel. Dubbel 2 dan nu voor Walton. En we blijven, of nou we blijven, Jacques jij blijft maar streepjes zetten van missers op de dubbels van Walton. Maar die krijgt nog wel een paar beurtjes als hij dat nodig heeft op dubbel 1. Beter aan de buitenkant dan aan de binnenkant. Beste natuurlijk om daar terecht te komen. En zo maakt Walton er in de zesde set 1-1 van. Dan wordt hier een beslissende derde leg gespeeld om te bepalen wie de zesde set de zijne mag noemen. 140. Goed begin van Stompé. Heeft hij ook nodig. Walton al 380 in twee legs na de pauze. 140. Geen triple voor Stompé. Kansen dus voor Walton. Het is het leek, die Stompé is begonnen. 140. Daar worden we hier wel vrolijk van. Stompé niet op een finish natuurlijk. Walton wel. Maar dat is een finish die hem niet mee zal vallen. Dus. Goed wegzetten nu. Triple 20 erin. Andere triple opzoeken. Omdat die geblokkeerd is. Nu moet hij terug. 87. Johnny Record 143. Triple 20 voor Walton. Gooit hem niet. Dus krijgt Stompé de kans om het gaatje met Walton op 2 sets te brengen. 76. Kogi Rikwai 76. 16 en tops. Ja, en zo gaat deze set ook naar hem toe. En komt hij met 4-2 voor, waar Walton dus problemen heeft met de dubbels. Maar het finishje gaat Stompé behoorlijk af. 7-set, first leg. John to throw first. Game on. Ja, het finishje op dit moment gaat voortreffelijk. De laatste twee wedstrijden. Dus dat geeft ook eigenlijk een extra stukje vertrouwen. Als ze al mis zijn, dan is het niet ver, dan is het een klein stukje mis.
En dat ondersteunt ook deze grafiek natuurlijk. Stompé 9 uit 16, dat is 56%. Walton 7 uit 19, dat is nog een respectabele 37%. Maar in de wetenschap dat Walton komt van een percentage van 6 uit 8, 75%, is het daarna dus 1 uit 11 geweest. Het scoren gaat wel goed, want Walton begon ook deze week weer met een 180. Maar ja, voor Walton, ik wil niet zeggen do or die, maar als hij deze set niet houdt en dus niet terugkeert naar 4-3, maar Stompé laat uitlopen naar 5-2, is het wel gedaan, hè? Veel nieuws eruit als fans in de zaal. Die krijgen we ook nog, straks van Barneveld. Daarna de Ruiter. 100. Johnny McMahon 136. Kan een mooi avondje worden. Walton 136. Finisht hem niet, maar Stompé niet op een finish. Dus zal het niet zo erg zijn. Nu een triple 20, laat wel dubbel 18 staan voor hem. 60. Dat doet hij niet. En dan kan Stompé weer de druk opvoeren. En Walton is al niet al te zeker op die dubbels. Johnny Ripoll 76. Triple 20 en dubbel 8. Ja. En dan heeft hij niet eens zoveel druk van Stompé. Natuurlijk staat hij ook op een finish, maar het is een hoge. En dan nog mist hij twee keer een dubbel. Dat is één triple 19, nog een triple 19. Laat dubbel 16. Wat scheelt het? Bijna niets. 94. Johnny Ripoll 8. Dubbel 4 dan voor Walton. En dat gaat zeuren en het blijft zeuren. En dan pakt hij hem door. Komt Walton op een 1-0 voorsprong in de zevende set. Dat zal een opluchting zijn. Maar dat het niet vanzelf gaat, dat merkt hij steeds meer. 140. Om hem weg te zetten. Daar zocht hij naar. 100. En hoeveel tijd krijgt hij van Walton? 140. Harry requires 76. Dubbel 8. Nog één keer. Dubbel 8. 60. John Newman 107. Dit is misschien een kansje voor Walton om helemaal terug in de wedstrijd te komen. Triple 19 gegooid. 18 en dubbel 16. Eén pijl voor Walton op dubbel 16. 91. Toch weer ruim mis hoor. Om er 1-1 van te maken in deze set. Stompé. Ja, dat doet hij. 1-1. En daarmee blijf je de druk houden op John Walton. Want die mag nu aan de derde leg van deze zevende set gaan beginnen. En die moet hij houden. Veel druk inderdaad bij Walton nu. Of hij komt terug tot 4-3 en maakt er weer een wedstrijd van. Of het wordt 5-2.
En dan is de zege voor Stompé binnen handbereik. 135. Is dit dus een goed begin van Walton? Goed. 140. De vorige beurt wierp je echt een barricade op voor de triple 20. Daar kon hij niet meer naartoe. 125. Wat gaat Stompé in deze beurt doen? Heeft een goede score nodig. We beginnen op de 18, dat is verstandig. Nu triple 20 om een finish over te laten. Blijft er 170 staan? Ja, daar blijft 170 staan. Goed gerekend van Stompé. Maar de scores blijven goed gaan bij Walton, hoor. Kijk maar eens. Dops over. Dit moet de knock-out zijn als Stompé hem uitgooit. Doet het niet. En hier tussen. Dat is jammer. Nog 110 over en Walton heeft al een tijdje kunnen nadenken over hoe hij dit gaat doen. Het is voor de set, het is heel belangrijk om terug te komen in de wedstrijd. En drie kansen heeft hij en die laat hij alle drie liggen. En als Stompé dit weet uit te gooien, de 110, dan komt hij op 5-2 voor en lijkt het echt helemaal afgelopen. Triple 20 erin, 10 en tops. Kom aan. 17. John, you require 40. Heeft hem nog niet gegooid. Moet nu naar dubbel 10. 10. En die gooit hij wel. Dat is dan wel knap. En zo brengt John Walton toch weer de spanning terug in de wedstrijd. 4-3. Voor kort hier de achterstand. En voor hem, ja, was het al een tijdje geleden dat hij een set wist te winnen. De eerste twee sets gingen naar hem, daarna vier naar Stompé. Nu weer eentje naar Walton. 81. Deze mag Stompé weer beginnen. Ja, het was goed te zien hoe Stompé die stond te kijken op de grote schermen die hier in de zaal hangen. Kijk niet over de schouder van Walton mee. En bij de eerste twee een beetje zo'n knikje van, 100. Nou, misschien toch nog een kansje. Ook die triple 19 die loopt. Prima bij Stompé vandaag. Als hij dan al eens een keer de triple 20 blokkeert, gaat hij direct naar de 19 toe. Dat is natuurlijk veel makkelijker dan om die eerste dart heen gooien. Geen finish voor Walton. 100. Om 1-0 voor te komen in de achtste set. En dat doet hij. Deze leg mag hij winnen. De volgende moet hij. Voor de 5-3 voorsprong. 100.
140. Ik moet wel zeggen, in een wedstrijd die steeds meer naar elkaar toe groeit. Het is het scoren van Walton tegen het zeer goede finishen van Stompé. Die zeker niet slecht scoort, maar daarin dan toch 60. Ietsje achterblijft bij Walton. En Walton onder andere goed voor 6 keer. 180 in deze wedstrijd tegen Stompé 3. Wordt weggezet door Walton, die relatief eenvoudig een grote voorsprong pakt in deze leg op Stompé. Die laat dan nog wel een finish staan, maar Walton op 71. Triple 13 voor dubbel 16. Triple 13 erin, maar dan komt er weer een dubbel aan. Ja, is er wel moeite mee. Dus is het 1-1. Ja, en omdat deze partij in tegenstelling tot de wedstrijden die we gisteren hebben gezien heel dicht bij elkaar ligt, is dit weer zo'n hele belangrijke. Stompé kan er 5-3 van maken. 140. En doet hij dat niet, dan wordt het 4-4. Maar Stompé heeft deze wedstrijd al een paar van die belangrijke legs gepakt. Ja. Nog een triple erbij, is die weg. Dan is die weg bij Walton in deze leg. Dan staat hij normaal gesproken na 9 darts op een finish. De boel toe. 64. Goed moment om dat te doen. Blijft er een mooie finish over. Walton gaat toch niet om een finish komen. Ook niet naar deze 3 darts. Twee keer triple 20 en dubbel 18. Voor een 5-3 voorsprong. 1 triple 20 erin. De tweede eronder. Maar Walton staat lang nog niet op een finish. Dus is dit prima eigenlijk. Tops voor een 5-3 voorsprong. Tops is het. En zo komt hij wel heel dichtbij. Koos Stompé staat nu 5-3 voor. En hij bleef cool op het moment dat hij achter stond. Want ja, die eerste 2 sets gingen naar Walton. Nu is het ook zaak voor Stompé om rustig te blijven bij een voorsprong. Als ik een voorsprong kom, zal ik me dat niet zo heel erg verbazen. Maar dan moet ik gewoon proberen om lekker door te blijven spelen. En vast te houden, niet alvast te gaan denken aan de overwinning. Want die heb je eigenlijk toch pas als de laatste pijl erin zit. Ja, dat is natuurlijk een eenvoudige waarheid van Stompé. Als de laatste dart in de dubbel zit, heb je pas gewonnen. 60. Maar het is hieraan best te zien, aan deze statistiek, dat het met Stompé prima gaat tot nu toe. Bijna 98 gemiddeld. Tegenover Walton 95. Maar vooral die eerste kolom. 25 keer 100 voor Walton. 38 keer 100 voor Stompé. Daar pakt hij de winst. Hij miste 20 niet zo heel veel deze wedstrijd. En dan komt hij dus iedere keer op een goede finish uit. 60. Ja, dat finishen gaat hem ook niet beroerd af. Zit ook boven de 50%. Dus is het niet raar dat er 5-3 staat op het scorebord. Omdat Stompé eerder dus met 2-0 achterkwam. Heeft dus 5 van de laatste 6 sets gewonnen. En heeft hij er nog maar eentje nodig. Voor een plek bij de laatste 8. Voor een kwartfinale plaats dus. 105. Nou,
Ja. 140. Johnny Wickmore, 130. Triple 20 gegooid door Walton. Nog een 20 laat Bullseye. Eén pijl voor Walton, voor Bullseye. Die mist die. 105. Maar dat hoeft niet direct fataal te zijn. Stompé staat op een hoge finish. En daar had hij de triple 20 voor nodig. 90. Johnny Wickmore, 25. Twee kansen op een dubbel krijgt hij. Om er 1-0 van te maken in deze negende set. Game shot in the first leg, John Walton. Second leg, go to Roy first. Game on. Nou, om Walton een beetje aan het wankelen te brengen, zou het prettig zijn als deze leg naar Stompé zou gaan. Je ziet aan het gezicht dat het begin niet echt hoopvol is. 42. Maar ja, als dit dan het antwoord is, laat ze nog wel in de triple. Ja. 130.17, triple 20, niet gegooid, kan nog wel, triple 19 en tops. Net eronder. Triple 18, nu laat dubbel 12 over. Ook die net niet. Dus Walton om er 4-5 van te maken. Triple 20 erin. Enkele 20 voor dubbel 16. Eén pijl voor dubbel 16. Walton doet het niet. Dat was nou zo'n momentje geweest voor hem. Stompé. Tops. En 1-1 in deze negende set. Dubbel 10. Fulton. Johnny Wickmore, 16. Kijk nou eens ook. Kan hij zich weer oprichten, John Walton? Kan niet. Ja, en zo maakt hij er één van in de negende set. En is hij nog maar één set of één leg verwijderd van de overwinning. Het is wel een leg die Walton mag beginnen. Ja, Walton weet ook. Kijk, het hoeft niet nu. Mag natuurlijk best nu. Ja, Walton die heeft in zijn hoofd natuurlijk weer die dubbels die hij gemist heeft in die laatste leg. Dus advies voor Stompé. Blijf dicht bij hem. Hou hem onder druk. Easy one. Vooraf zei Stompé, ik ga winnen met 6-3. 53. En dat klonk heel overtuigend. Walton dacht dat het wel eens een beslissende set kon gaan worden. En dat hij hoopte dat hij dan zou winnen. 134. Het kan allebei nog. Je zou denken, praatjes vullen geen gaatjes. Dat is misschien jammer voor Walton. 100.
Kans voor Stompee om het initiatief te grijpen. Kan hij hem op een finish krijgen? Heeft hij nog een triple nodig? 100. Doet hij niet. Stompee naar beneden, naar triple 19 en gevonden. Zet hem heel goed weg, Stompee. Kon wel eens de laatste kans voor Walton zijn. Daar moet hij mee gooien, hè? Dat doet hij niet. Dus is het aan Stompee zo dadelijk. Voor de wedstrijd, voor een plek bij de laatste acht, voor een kwartfinale plaats. Ja, natuurlijk is het publiek opgewonden. Sommigen snappen het niet. Ik zou een hengst willen geven. Tops. Wint Koos Stompee van John Boy Walton. In een partij waar hij 2-0 achter kwam. Waar hij zijn rug richtte. En waar hij Walton aan het wankelen kreeg. Waar hij Walton aan het nadenken kreeg. Waar hij Walton aan het missen kreeg. En dat missen, dat deed Stompee niet. Ja, hij haalt zijn schouders erover op. Put your hands together. John Boy Walton. En Walton gaat er als eerste af van het podium. Hoewel die Stompee niet wil loslaten, of is het andersom? John Walton. Ook het applaus dat geeft Stompee aan moet ook voor Walton gelden. De Lakeside kampioen van 2001. En hij zit bij de laatste acht. Klimt niet de zaal in, maar is nauwelijks te houden. En coaches, oké. Okay. Kijk. He can't remember the last time in a tournament that he played five games in the same week on a stage. I said, nor can I. There's only one person old enough, that's Bobby George, to remember that. But ladies and gentlemen, if you remember when Dutch darts started to rise in the world, we had a brand new postman come to Lakeside and pick up the embassy. Of course, the following year he went out first round and everybody thought, oh. But a gentleman who walked into the hospitality room with a red hat on, looked like a Swanvesters match. From that moment we called him the matchstick. He kept the Dutch flag flying while reaching the semi-finals. How long ago was that? 7-8 years ago. He's still one of the world's finest. And he's in the quarterfinals. Ladies and gentlemen, Koos Stompee. Natuurlijk refereert Fitzmaurice aan de halve finale plaats van Koos Stompee op de Lakeside in 2000. Nadat we Van Barneveld ineens kwijt waren geraakt, leek hij de fakkel over te nemen. In ieder geval ontstak het vuurtje. En met zo'n bijnaam is dat ook niet zo heel erg vreemd. Stompee zit bij de laatste acht van dit toernooi na een schitterende overwinning op John Walton met 6-3. Triple 20. Ja. Oef. En nu gewoon toch nog de leg in de set pakken. Dubbel 8. Ja, heel goed. En zo maakt hij er 2-2 van in sets. Ja, dat doet hij goed.
naar dubbel 10. En die gooit hij wel. Dat is al wel knap. En zo brengt John Walton toch weer de spanning terug in de wedstrijd. 4-3. Heerlijk, dank gaat hier. Ladies and gentlemen, let's play darts. From Australia, please welcome the Wizard of Oz, Simon Whitlock. He is the number one in the world. He is the number one at the Tempest. He is the man, Raymond Van Barneveld. Het is voor Raymond van Barneveld te hopen dat zijn dubbels beter lopen dan de put op de golfbaan. Zijn triples beter dan de lange klap. Er is hier in ieder geval geen water in de directe omgeving waar de pijlen in kunnen belanden. De vraag is, wordt van Barneveld de tweede Nederlander na Koos Tompee die zich plaatst voor de kwartfinale? Dat zal dan moeten gebeuren ten koste van deze Australiër, de Wizard of Oz. Simon Whitlock. Die bijna een pijl in zijn voet krijgt bij het ingooien. Het is de eerste keer dat de heren tegenover elkaar staan. En statistisch gezien, Jacques, doet Whitlock het tot nu toe beter op dit toernooi. Klopt dat absoluut. Wat ik zeg? Ja, dat klopt wel inderdaad. We kunnen dat inderdaad vooral zien aan de dubbelpercentages. Whitlock finisht tegen een percentage van 46% ruim. Van Barneveld tegen 25%. Hier te zien. En ook het gemiddelde van Whitlock. 94 tegen dat van Barneveld. 88. Dat is in het voordeel van Whitlock. Om ter verdediging van Barneveld kun je wel zeggen. In zijn laatste wedstrijd gooide hij een gemiddelde van 90 ongeveer. Van Barneveld. En dan gooide hij maar 6 uit 29 op de dubbels. Dus als hij de dubbels onder controle krijgt. En die gaat gooien. Ja, dan zitten de gemiddelden wel weer gewoon tegen de oude waarde aan. Zeg maar. In ieder geval 32 per dart of 96 met 3. Van Barneveld als tweede geëindigd in groep A door die ene 91. Nederlaag. Helemaal aan het begin van het toernooi tegen Martin Atkins. Die verloor hij met 6-4. Daarna won hij met 6-1 van Kantelen en met 6-3 van Mario Robbe. En Whitlock won al zijn partijen in groep G. Hij won van Hans Bleijs met 6-4 na een 4-2 achterstand overigens. Hij won met 6-5 van Tony Eccles en met 6-0 van de geblesseerde Finn, Jarkko Komula. De winnaar van dit duel zal het opnemen tegen de winnaar
van het duel wat hierna komt tussen Steven Bunting en Niels de Ruiter. 100. Mogelijk dus een geheel Nederlandse kwartfinale met de nadruk op mogelijk. Raymond Iroquois, 170. De hoogste finish voor Van Barneveld is nog altijd mogelijk. En de hoogste finish is voor Van Barneveld. Martin Atkins is hem kwijt. 167 had Atkins. En er kunnen hoogstens nog mensen naast Van Barneveld komen nu. €1000 staat er voor de hoogste checkout dit toernooi. En dat al meteen in de eerste leg. Meteen de break uitgedeeld door Raymond van Barneveld. En we zullen zien of Whitlock nu met hem mee kan. Dat lukt niet al te best met de eerste twee pijlen. 40. En met de laatste ook niet. De mogelijkheid voor Van Barneveld om verder uit te lopen en de eerste set binnen te gaan slepen. 45. Maar hij profiteert niet optimaal. 140. En Whitlock is weer bij. 123. Raymond Iroquois, 156. Eén gooit, nog één nodig voor dubbel 18. Het zal toch niet? Nou, hij begint met 170. En in de volgende leg finisht hij op 156. Waar moet dit naartoe? Een eerste set heeft hij natuurlijk al persoon ook te pakken. 100. Dit is de begeleiding van Simon Whitlock, die u in beeld zag. Helemaal meegereisd vanuit Australië. 85. Een reis die Whitlock 36 uur over heeft gedaan. Gevlogen via een nationale vlucht in Australië, toen naar Bangkok, vervolgens naar Londen, vanuit Londen naar Amsterdam. Daar op de verkeerde trein gestapt, dus weer terug. Toen naar Den Haag en daar nog een bus. Maar na 36 uur was hij hier. 180. En dan Van Barneveld om 180. De eerste van deze wedstrijd. Nummer 7 in het toernooi voor de Hagenaar. 100. Raymond Iroquois, 136. Ja, het leven blijft geen feest. Maar goed, Whitlock heeft een behoorlijke achterstand. Maar het doet daar nu wel wat aan. 140. Raymond, you require 90. 90. 20 gegooid, nog een 20 laat bullseye. Eén pijl. Ja. Prachtig te zien hoe hij zichzelf heel eventjes een paar woordjes toevoegde. Even de onderlip aanspande. En vervolgens feilloos binnengooide. Twins.
28. Hele magere start van Whitlock. We hebben drie legs gehad deze partij. En drie legs gewonnen door 100. Van Barneveld. In ieder geval is Whitlock weer de onverstoorbaarheid zelf. 137, 16, 40. Niet hoog gescoord deze leg. 40. Whitlock kan daar vooralsnog weinig aan veranderen. 40. En precies op dat moment zet Van Barneveld een tussensprint in. Een hele flinke. 40. Ja, Whitlock zal iets moeten vinden om scorend bij te blijven bij Van Barneveld. 140. En dat heeft hij gewonnen. Ja, triple 13 en dubbel 16 voor Van Barneveld. Die daar heel scherp uitziet deze wedstrijd. Kijk eens. Parkeert de laatste dart, of de tweede dart dan. Keurig in de hoek. En zo komt die 2-0 voor. En heeft Simon Whitlock nog geen leg gewonnen. Het statement is duidelijk gemaakt door Raymond van Barneveld. En hij blijft onverstoorbaar, maar zal toch moeten aanzetten. Zal wat moeten terugdoen. Ja, de finishpercentages zijn natuurlijk ook duidelijk. Whitlock nog geen dart op een dubbel gehad, dus 0%. Van Barneveld, 100. 4 darts op een dubbel gehad. 4 raak, dat is 100%. 170 finish. 156 finish. 90 finish op de dubbele boel. Ja, dan die laatste finish was eigenlijk de laagste nog, die 71. Ja, magere. Ja, ook dat gebeurt wel eens op het bord met het driehoekige draad. Maar de kans op bouncers toch wat kleiner is dan op borden met ronddraad. Hij staat op de okkie. Ja, hij staat er tegenaan. Ja, het is maar hoe je het, hoe je het bekijkt. 140. Van Barneveld ook, maar die met de zijkant van de voet ook helemaal er tegenaan, vooroverleunend. Ja, de punt maakt contact. Wat dreigt er eruit te vallen? Simon Iroquois, 161. 57. 140. Barneveld zet de druk erop bij Whitlock, die zo heel graag die eerste leggers wil winnen. Topzover voor hem. En daar is de eerste leg voor Simon Whitlock. Het is wel een leg die hij zelf begonnen is. Maar toch, hij is binnen. En zo komt Whitlock 1-0 voor in de derde set. En is Van Barneveld daarvan onder de indruk? Nee. Eighty-one. 140.
100. Raymond Iroquois, 136. 136 de maar erbij. Nee. 96. Maar wel goed weggezet. Whitlock geen finish. En zo dreigt het 1-1 te worden in deze derde set. 140. Raymond Iroquois, 40. Hij blijft perfect met de finish 5 uit 5 nu voor Van Barneveld, waar Whitlock op 1-1 staat. Dus beide heren 100%. Maar 5 op 5 is toch iets indrukwekkender. 131. Whitlock goed begonnen aan zijn eigen leg. En die zal deze set in ieder geval binnen willen halen. Want die wil het natuurlijk niet al te lang laten duren. Nou, het is erop of er tegenaan. We kunnen erover discussiëren. In ieder geval zijn ze tenen achter Dokkie. Zo willen ze duidelijk. 100. Ja, als Whitlock deze set kan winnen, dan zal hem dat natuurlijk weer wat zelfvertrouwen geven. 100! Op 3-0 achter, dat is niet ideaal. Barneveld wel met twee hele losse darts. Verder 1 en verder 5 in. Nou, moet Whitlock hem toch wel weg kunnen zetten. 100. 110 over voor Whitlock. En waar komt Van Barneveld op uit? 108. Die laat in ieder geval even merken dat hij nog in de buurt is. Onder meer druk dan dat hij had verwacht. Misschien Whitlock 110. Triple 19 gegooid. 17 voor dubbel 18. 17 speelt niet veel. Raymond Iroquois 98. Triple 20 voor Van Barneveld. Die niet. Triple 18 voor dubbel 12 dan. Triple 18 raak. Dubbel 12 van Barneveld. 3-0 voor. Alle mensen. En nu was het weer niet de onderlip die even trilde, maar de linker ooghoek tot twee keer toe. Bij die tweede en die derde dart. De concentratie is perfect. En zijn finishpercentage blijft perfect. 6 uit 6. En Whitlock door die ene misser van zojuist. Zijn finishpercentage gehalveerd en belangrijker nog, ook meteen de set ingeleverd. En wat moet je daaraan doen? Daar kan je niks aan doen eigenlijk. 100! 100. En als je Whitlock bent, dan kun je nu alleen maar proberen om in ieder geval die vierde set aan te winnen. Zodat je niet met de 4-0 achterstand te breken ingaat. Kijk eens hier naar het gemiddelde van Van Barneveld. Alle mensen, 108,7. We hebben al 3 sets gespeeld. Whitlock met ruim 93. Dat zal nu ook wel wat omhoog gaan. Ruim 95. Dat is zeker niet slecht. Maar wordt overklast door Van Barneveld. 90. Ja, dat gemiddeld dit moment. Maar dat is maar relatief natuurlijk. Het is hoger dan ooit eerder op de International Darts League voor Raymond Van Barneveld. 131. Raymond Iroquois, 131. Triple 20, niet gegooid. En dus krijgt Simon Whitlock de kans om Van Barneveld te breken zowaar. Dat zou er een buitenkantje voor hem zijn, de Australiër. 20 gegooid, nog een 20 laat bullseye. 1 pijl voor Whitlock op bullseye.
net niet. Dat is dan jammer voor de Australiër. Ja, met Van Barneveld op een dubbel mag je er toch vanuit gaan dat hij die gaat gooien. Daar mag je vanuit gaan, ja. En het gebeurt dan. Dat er dan wel drie pijlen voor nodig, maar goed. Als je dat maar doet, dat is het devies. Maar het heeft hem toch wel wat moeite gekost om die leg binnen te halen. 41. Niet het optimale antwoord van Barneveld, maar Whitlock heeft nog niet veel laten zien in deze leg. En zal dat nu toch moeten gaan doen, want anders komt die 4-0 achterstand in sets wel heel dichtbij. Ja, we hebben eerder dit toernooi al gezegd dat Whitlock zo'n tegenstander was die lastig te verslaan is. Dat klopt natuurlijk ook wel. Het is geen speler die 180 naar 180 gooit, maar hij mist niet veel op de dubbels, is erg constant. Altijd tussen de 27 en de, nou ja, laten we zeggen 31 per dart. Ja, als je zo begint als Van Barneveld, ja, dan houdt het natuurlijk ook op voor deze Australiër. Maar kan hij dat volhouden ook van Barneveld? 99. Een vraag die de aankomende anderhalve set zo ongeveer beantwoord dient te worden. 58. Ja, misschien moet Whitlock nog een beetje wennen aan het spelen tegen de echt grote kanonnen. Hij haalde natuurlijk wel de kwartfinale op Lakeside dit jaar. Toen stond hij ook tegen een kanon, Martin Adams. Ja, dat was een halve finale volgens mij. Halve finale, dat zeg 100. Ik, maar niet heus. En Van Barneveld is natuurlijk ook zo'n kanon. Maar als hij daar eenmaal aan gewend raakt, dan kan die Whitlock nog wel eens mooie dingen gaan doen. Om hier te overleven heeft hij toch wel een wonder nodig, zo langzamerhand. Triple 18 en topscore van Barneveld. Enkel 18 gegooid, triple 20 voor dubbel 8, maar gooit de triple 20 niet. 54. Laat hij wel een dubbel over, maar krijgt Whitlock de kans op 84. Om de leg binnen te halen die zelf begonnen is. 16 gegooid, 18 nu voor Bullseye. 1 pijl voor Whitlock weer op de Bullseye. Deze keer gooit hij hem wel. Kijk, dat vindt dan toch ook wel weer knap van de Australiër. Dat hij de kansen toch zoveel mogelijk pakt die hij krijgt. 9 legs gespeeld in de partij. 7 gewonnen door Van Barneveld. 2 door Simon Whitlock nu. Maar het is Van Barneveld die aan de beslissende derde leg van de vierde set is begonnen. Om nog enig zelfvertrouwen op te doen zal Whitlock van Barneveld nu moeten breken. Dan bedraagt de achterstand bij het ingaan van de break 3-1. Dat is nog enigszins te overzien. Ja, dan mag hij de volgende set ook zelf beginnen natuurlijk. Dan zou hij de pauze in kunnen gaan met 3-2. Dat is natuurlijk theorie, maar... Nou, dat zeg ik, ja. Dat zou Whitlock wel willen natuurlijk. En dit is misschien de kans voor hem. Eén slechte score van Barneveld. Neemt wat extra de tijd nog, Whitlock. Begint met de triple 20, dat is goed. Gaat hij een finish overlaten ook. Naar de 19 of de 16. De 16, triple 16 is prima. Ik had de break even naar leg te vroeg gepland. Een set te vroeg gepland. 105.
Whitlock 138. 2 keer triple 19, laat dubbel 12. Net eronder. Blijft op de 19. Triple 20 nu zou Tops overlaten. 58. Maar dat lukt ook niet. 107 voor Van Barneveld. Triple 20 en dubbel 14. Ook voor hem niet het gewenste finish. Simon, you require 18. Nou, één set is er in ieder geval in het voordeel uitgevallen van Simon Whitlock. Die voor het eerst ook Raymond van Barneveld gebroken heeft. Ja, en dit is ook precies wat ik nou bedoelde met dat taaien van die Australiër. Van Barneveld gooit één set die iets minder is. Gooit 87 gemiddeld in de laatste set. En direct is de Australiër daar om de kans te pakken die hij krijgt. Krijgt één pijl voor Bullseye, gooit hem erin. Krijgt nu één pijl voor Tops en gooit hij er ook in. Van Barneveld lijkt even uit het ritme nu. Staatssecretaris van Sport ziet toe hoe het niet lekker loopt voor Van Barneveld in deze leg. Wel eentje die Whitlock begonnen is. ...132 voor Whitlock met alle tijd. Want Van Barneveld, die stormachtige wijze die eerste drie sets pakte, is inmiddels een klein beetje droog gevallen. Whitlock wilde even naar beneden gaan, de tweede dart, maar op het laatste moment beslissing. 58. Simon, you require 96. Maar Van Barneveld kan hem niet al te veel pijn doen, zo lijkt het. In deze leg. Game shot on the first leg. Simon Whitlock. Second leg, Raymond. Ja, zo hebben we nu toch drie legs achter elkaar die naar Whitlock zijn gegaan. En als Van Barneveld niet oppast, dan is dat hele goede spel van in het begin van de wedstrijd allemaal voor niets geweest. Althans voor niets, maar dan gaat hij maar met één set voorsprong de onderbreking in zo dadelijk. Het mogen duidelijk zijn dat de Australiër beter in zijn vel zit op dit moment. Weer 140 als antwoord op de 60 van Barneveld. 140. Van Barneveld op een finish komt Whitlock dat ook. 97. Nee, dus. 65. De heren zitten gebroedelijk naast elkaar.
Nog even overleggen wat er in die wedstrijd van hun is gebeurd, wellicht. Nu aandachtig toeschouwen bij de wedstrijd van Van Barneveld en Whitlock. Whitlock die de druk er nog even opzet bij Van Barneveld. Triple 20 en dubbel 18. Triple 20 zit erin. En de dubbel 18 ook. Het heeft even geduurd, maar Van Barneveld heeft weer een lek te pakken. Game on. En dan wordt dit dus een cruciale lek voor deze wedstrijd. Wint Van Barneveld hem, is een voorsprong 4-1 en die is comfortabel te noemen. Wint Whitlock hem, dan is het 3-2 en dan is er nog niets beslist. In de achtergrond de moeder van Raymond van Barneveld. 135. Pech dat die laatste dart net de verkeerde triple inschiet. Whitlock gooit geen triple. Kansen dus voor Van Barneveld. 96. Dit is dus de moeder van Van Barneveld. Dit doet Whitlock wel heel goed. 140 om op 112 te komen. Wat is het antwoord van Van Barneveld? 55. Dat is niet overtuigend. Whitlock kan terugkomen tot 3-2. Vijf begonnen. Triple 19 dan. Ook niet geraakt. Terug naar de 20. Zet hem wel goed weg. Dubbel 14 blijft staan. Maar Van Barneveld. 155. Triple 20. Die zit erin. Triple 19 en dubbel 19. Deze keer geen hoge finish. 139. Nou, dan hebben we de laatste triple erin, maar ja, de kans is aanwezig dat hij daar niets meer aan heeft. En dat is ook zo. Whitlock wint de vijfde set. Dat is een achterstand bij het ingaan van de break. En die gaat nu echt in. Is nog maar één set. 3-2 in het voordeel van Raymond van Barneveld. En dan komen de heren weer. Simon Whitlock voorop. Whitlock die de eerste twee sets even niet wist wat hem overkwam. Toen pakte hij in ieder geval de eerste leg van de derde set. Maar dat bleek niet voldoende om ook die set, om die set binnen te slepen. Het werd 3-0 voor Van Barneveld. Maar de twee sets daarna, de vierde en de vijfde, die waren voor Whitlock. Beide sets won die met 2-1. En daarom staat het nu 3-2 in sets. In het voordeel nog van Van Barneveld. En we zien ook dat het gemiddelde van Van Barneveld een stuk omlaag is gegaan. 97-7 zit hij nog. Whitlock blijft min of meer constant op 93,5. Het is wel Van Barneveld die goed uit de startblokken komt nu weer. Het verschil is niet meer zo groot. De eerste drie sets voor Van Barneveld gingen in 111, 103 en 105 gemiddeld. Die won hij dus ook. De laatste twee sets gingen in 87. En die gingen dus ook verloren. De gemiddelden van Whitlock die variëren niet zo heel veel. Die is dus vrij constant.
En dus zou je de conclusie voorzichtig kunnen trekken dat indien Van Barneveld gewoon goed speelt, hij gaat winnen. Maar als hij even verslapt, dat deze Simon Whitlock met de overwinning aan de haal gaat. 57. 100. Whitlock zet de achtervolging in. Met zijn tweede 180 van de partij. Zijn vijfde op dit toernooi. Ja, goed gevolg ook. Dus Van Barneveld onder druk. Triple 20 en dubbel 18. Triple 20 erin. Dubbel 18 mag dan ook geen probleem zijn. Het zal toch via dubbel 9 moeten. Ja, dan gingen de dubbels tegen 80% tot nu. Nu mist hij er 2 en krijgt Whitlock de kans. Triple 16 en dubbel 8. Enkele gegooid, nog een 16 voor dubbel 16. Ja, dat doet de man uit Australië toch prima. Breekt weer Van Barneveld. En mag nu zelf gaan gooien voor een 3-3 stand zo dadelijk. En dan ook beginnen aan de zevende set als het zo gaat. Nou, hij mag sowieso beginnen aan de zevende set. 81. Vijf van de laatste 6 legs waren voor Whitlock. Er zat natuurlijk wel die break nog tussen. Hij heeft het heilige vuur in zijn ogen. De blik nog iets strakker dan hij al was. 100. Whitlock mag hem als eerste gaan wegzetten. Nog een triple 20. Met een van de volgende 2 darts blijft het tops over. Dat doet hij niet. Maar de voorsprong is toch ruim. Marno had sowieso al een triple nodig die hij niet gooit om op een finish te komen. Dus Whitlock heeft de tijd. Triple 20 en dubbel 10. Dat is een enkele 20. Nog een 20. En tops. In de wetenschap dat hij nog mag terugkomen als hij mist. 60. Het enige wat Van Barneveld gaat doen is de druk iets opvoeren. Maar ook dat zit er niet in. 55. Simon, you require 20. Woodlock op dubbel 10. Pat in één keer. Ja, en zo is het ook. 3-3. Whitlock. 3-0 achtergekomen in sets. Pakt er nu gewoon 3 op rij. En begint aan de 7e set. En Van Barneveld zal dat niveau weer moeten hervinden waarmee hij de wedstrijd inzette. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar Van Barneveld is toch wel iemand die daartoe in staat gehad moet worden. Ja, we hebben het hele toernooi al gezien dat Van Barneveld het lastig heeft. Het gaat allemaal niet zo makkelijk als dat het voorheen wel eens ging. 44. En ook die laatste set weer, gemiddelde van 83 voor Van Barneveld. Dat straft Whitlock dus gewoon af. Zo simpel is het. Je moet goed spelen 100. Tegen Whitlock. Als je slecht speelt, dan verlies je. Het is ook wel rechtvaardig natuurlijk.
En dat zegt veel over de ongelooflijke constantheid. 85. Van de man uit Down Under. En vergis je niet, de man komt uit Australië. Hij heeft natuurlijk wel een paar grote televisietoernooien gespeeld. Hij heeft Lakeside gespeeld. En hij heeft ook wel een keer aan het PDC wereldkampioenschap meegedaan. Maar goed, hij komt toch in een vreemd land. Was nog nooit in Nederland geweest. Grote zaal hier. Nou, voor driekwart tot 80% vol vandaag. En je speelt tegen de plaatselijke favoriet. Dat lijkt me toch lastig spelen. 102 gegooid. Blijft 170 over. Simon Require 170 voor Whitlock. Van Barneveld gooide hem al, deze partij. Ja, de allereerste leg. En Whitlock doet er voorlopig niet aan mee. Van Barneveld heeft dus in ieder geval nog 1000 euro in zijn zak. 105. Simon Require 104. Om te breken. 18 gegooid, triple 18 en dubbel 16. Nee, daar gaat de triple 18 er weer niet in. 96. En dan zet hij hem wel goed weg, maar mag Whitlock het als eerste weer proberen. Enkele boel laat tops. Bullseye, dat is pech eigenlijk. Maar dan 7 en dubbel 4. Ja, en die dubbels die gooit de Australiër alsof het niet...